doe maar. Doe dan. Doe dan. Ik heb zelfs een jeansnaald in mijn naaimachine gestopt, omdat het zo dik is en zo stug. Lieve vrienden, een hele goede middag. Ja, het is vandaag dinsdag en ik weet niet hoeveelste. 7 september en dat is de laatste dag van de Jutertjesmarkt dit seizoen. Dus ja, daar gaan we straks wel even weer naartoe. Ja, dat is mijn ding, dat is mijn dag. En ik ben het net de honden weer uitgelaten. En weer hoorde ik iemand zeggen dat de honden hun bekken dicht moesten houden omdat er eentje aan mijn poort stond te rammelen. Ik had de poort nog niet open, nou ja, moet dat dan? Nee. Maar in ieder geval, ik verwachtte niemand, dus ja. En dan gingen ze tekeer. En dat mag niet. Wat? Dat is overdag. Dus kom op. Ja, ik heb wel een idee wie het was en die krijgt vandaag ook al een appje. Ja. Dus dan vraag ik van waarom moeten mijn honden hun mond dicht houden, hun bekken dicht houden? Is dat nodig? Nee. Ja, maar. Wij praten toch? Mag een hond blaffen? En vooral als er eentje aan je poort staat te rammelen. Dat is alleen nog maar waakzaam. Doe maar. Ja, doe maar. Doe dan. Ja, doe dan. Ja, ik weet dat ik lief ben. Ga maar naar buiten. Doe dan. Doe dan. Doe dan. En die honden zijn gek. Let daar nou maar niet op. Ga jij maar naar buiten. En ik heb de orchidee hier maar neergezet. Want er zijn er inmiddels nou 3 uit. Ja, 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 ja. En nog 2 knoppen te gaan. Kijk, en dan gaat meneertje kant af. Hup, steurtje weg. Ik heb het raam weer dicht. Zo. Dus ja, al met al, welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinne en de Beestenboel. Ja, en we proberen het weer gezellig te houden. En ja, je hebt altijd rotte appelen erbij, hè? Ja, echt, die heb je er altijd bij. Maar ja, die rotte appelen die laten we weer lekker verwijderen. En die 2, nou, ik mag mijn deur al dicht even doen. Het stuift. Kun je zien dat het droog is? Zo. Laat het maar even gaan. Even wat energie kwijt. Moet jij er alweer in? Ja, dat dacht ik wel. Moet jij er ook weer in? Kom dan. Kom dan. Rijker, kom maar kijken. Rijka, kom dan kijken. Goed zo. Zo. Dus ja, dat dus, lieve vrienden. Ik heb ook de gordijnen op de eettafel leggen van Karin. Ik weet niet of jullie dat zien. Het is te door, ja, door het licht, hè. Zo, nou zien jullie het wel. Die zijn dus in elkaar gespeld. En dat moet ik gewoon nog naaien, maar dat komt nog wel. Misschien dat ik het morgen doe. Dat hangt me niet op mijn rug. Ik hoef niet mee te dragen. En ze komen vrijdag, dus ja. En dan zullen we het zien. En dan zullen we het beleven. En dan krijg ik er weer 4. Moet ik ook doen. Maar ja, oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Want het is prachtig mooi weer. Het is warm. Ik heb zo gelopen. Bij de poort is het op 30 graden. Er staat geen wind. Het is echt heet momenteel. Voor september. Ja, nou ja, het mag eens een keer, hè? Ja. Ik heb mijn jasje ook op een gegeven moment uitgedaan, want ik had mijn zwart-witte jasje aan en die heb ik op een gegeven moment uitgedaan. Ik denk, heet. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, gewoon genieten. Dat ga ik ook doen. En ik neem jullie mee. En of ik ga filmen, weet ik niet. Nee, het is maar net. Zie je wat leuk is, ja of nee. Maar in ieder geval, dat merken we wel. Ik zou zeggen, tot later en geniet.
Ja, ik heb de boodschappen weer in huis. We zijn de markt over geweest, maar ja. Er was een markt, nou ja, wie heeft dat niet? Verder was er helemaal niks. Ja, terrasjes, boel waren open en het was warm. Maar er was niet leuke dingen. Nee, verder is geen leuke dingen voor jullie. Ja, gewoon een markt. Nou ja, en een rommelmarkt. Nou ja, dat hebben jullie ook wel, denk ik zo. Dus dat hoefde ik niet te filmen. Dus toen ben ik naar de Voma gegaan. Heb ik even boodschappen gedaan. Dus ja, dat moest ook gebeuren. De dames leggen buiten. Rijken achter de vlinders strak in het zand. Elwing lekker daar. Dus ja, en ik ga de boodschapjes opruimen en een bakje koffie erbij. Ja, ik ga lekker dus koffie maken, de boodschapjes opruimen. En achter de naaimachine proberen te kruipen. Ja, eerst een spelletje. Even niks. Even mezelf. Dus ja, koffie. Gaan we doen. En boodschap opruimen. Ze zeggen geniet verder van jullie dag. Doe het met een lach. Doe ik ook. En gewoon doorgaan. Ja toch? Daar wilde mijn naaimachine niet doorheen. Ik had het voor de helft. De wiel van mijn naaimachine. Die heb handmatig moeten draaien. Omdat hij er niet uit zichzelf doorheen wou. Ik had er pijn in mijn arm van. Het is ook wat scheef gegaan. Ik had daar moeten wezen. De rest is wel goed. Dat heb ik wel af en aangehecht. En ik probeer dat nou met de hand. Je ziet de naald zitten. Het enige wat ik je vraag. Doe het zelf ook nog even proberen met de hand. Want dat het even een beetje steviger zit. Oké. De rest zit deze hele naad ook door elkaar, in elkaar. De andere gordijn, die is al opgevouwen en opgeruimd. Dit is de laatste en ja, hij wou er niet doorheen. Ik heb zelfs een jeansnaald in mijn naaimachine gestopt, omdat het zo dik is. En zo stug, maar hij kwam er niet doorheen. Heel raar, maar het is niet anders. Ik heb nou eenmaal geen industrie naaimachine, maar een huishoud naaimachine. Ja. Yeah. Dus I am so sorry, lieve schat. Ik ga dat nou proberen verder op de hand te doen. En zelf ook nog even dat stukje op de hand. En je ziet het knoopje ook wel zitten. Dus ja, dat is rest wel. Maar ja, hij gleed eraf en eruit wou allemaal niet. Ik denk, verdorie, die andere ging zo makkelijk en zo soepel erdoor. En deze wil het niet. Ja, alles legt er in diepe rust erbij. Ook de werkzaamheden van de walbeschoeiing. Ik ben met de dames uit, zoals jullie zien. En dan gaan we straks weer naar bed toe. Dus ja, lieve vrienden. Ik zeg dan, geniet nog van jullie nachtrust. Ga ik ook straks lekker doen. En ja, ik loop eventjes rondje gracht met mijn meisjes. Want dat moet wel gebeuren. Met mijn rollator, met één hand. Want jullie hekken in de andere hand. Dus ja. Daar hebben we de nieuwbouw allemaal weer. Alles ligt in diepe rust. Daar wordt gewerkt. Dat is een verzorgingstehuis. En de dames hebben haast. Dus ja, lieve vrienden. Ze zeggen nogmaals, welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. En morgen weer gezond aan jullie bed zien te komen. Ik zou zeggen, graag tot dan.